dames en heren, het speciale toestel van Alitalia, de A632 uit Rome, zal over enkele ogenblikken landen bij uitgang B14. Dames en heren, u hebt gehoord en gezien, het toestel uit Rome is geland en wij begroeten Paus Piet de Eerste. Ja, daar is die Paus Piet de Eerste uit Rome. Dames en heren, hij zal waarschijnlijk nu de trap afkomen. Ja, dat is mogelijk. Het gaat een beetje. Is er iemand die de paus kan helpen misschien? Nou, ik neem de zijuitgang wel. De paus neemt de zijuitgang. Geen idee waar ik aan. Hij zal nu waarschijnlijk wel de grond kussen. Hey, Sammy, tenminste, dat is het gebruikelijke ceremonie. Ja, dat doet ook Paus Piet. Ja. Ja hoor, ik weet hem al. Orpheus Apeldoorn. Heel goed. Hartelijk welkom in Nederland, Paus Piet. Dank u wel, dank u wel. Waarom kust u toch altijd de grond als u uit het vliegtuig komt? Waarom ik dat doe? Ja. Nou, daar hebben we zeker nog nooit met Alitalia gevlogen, wel. Zijn het geen goede vliegtuigen? Nee, een soort vliegende pizza's, meer is het en niet. En wat is daar slecht aan? Die bodem. Er brandt mij een vraag op de lippen. Heb u daar ook wel eens last van? Ik had het laatst nog in Japan toen ik het toestel uitstapte en de grond wou kussen. Hè? Had u toen last van brandende lippen? Ja, het toestel stond nog niet stil. Deze neus zat helemaal hier. Ach, het is niet waar. Dit oor zat hier, het hele zaakje was opgeschoven. Het is wat. Nou, maar het zit nou toch allemaal goed? Wat zeg u? Niet. Wilt u een stapje mee opzij komen? Waar gaan we heen? U stond een beetje op de tocht. Is Hans van der Tocht er ook? Nee. Hans van der Tocht, kom maar naar beneden. Onbetaalbare deurtje open, deurtje. Waar is hij? Ik zei, u staat op de tocht. Maar dat u Hans van der Tocht kent, kunt u RTL 4 ontvangen. Jazeker, jazeker. We hebben een hele grote satellietscooter bij ons thuis op de zaak laten zetten. Ja. En iedere avond zit ik en de kardinalen van dienst te kijken naar Hans van der Tocht. En dan probeert u het woord te raden op het grote bord? Ja, nee, wij raaien de cijfers op de scheef, waar die stil komen. Wij spreken geen Nederlands, ik spreek hooguit 3-4 woorden Nederlands. Dus dat kan je niet. Wat zijn die 3-4 woorden, als ik mag vragen? Oeh, dan overvalt u mij, hoor. Zijn die woorden? Oh ja, ik weet ze alweer. U weet ze. Zalig en gelukkig kerstfeest, Hollanda. De roep ik altijd, ja. Hè? Dat heb je wel eens gehoord. Ja, zeker. Ja, ja. Dat hebben we pas nog gehoord, ja, dat hebben we gehoord, hè. Bij het Orbi et Orbi. Basje en Adriaan, ja, die zijn er ook bij, hè. Nee, ik roep het altijd met, hoe heet die dagen? Met die feesten, met die boom in de kamer. Hoe heet de kaarsdagen. De kaarsdagen. Pas geweest. Zalige gelukkig kaarsfeest. Hollanda. Maar maak ook een wipje ook, zo. Hollanda. Wat maakt u? Een wipje, maar dat maakt nou niet uit. Heel leuk. Ja. Ja. Mooi. Heiligheid. Wie? U. Ik? Ja. Ja. U zegt dat u maar 3-4 woorden Nederlands spreekt. Ja, hooguit. U staat nu toch achter elkaar tegen mij in het Nederlands te praten? Dat is een bandje. Wat bedoelt u? Ik sta te playback, hè? Ach, nee, ja, zeker. Ik heb hier het recordertje in de zak zitten, zien jullie wel. Dat heb ik geleerd van, hoe heet die, Henny Huisman heeft me dat geleerd. Die kent u ook al? Ja, Henny is bij me geweest met de surprise show. Jazeker, dat was heel ja, dat heb ik gezien. Was u daar ook bij? Nee, dat heb ik gezien op televisie. Toen was Henny Huisman bij u met een mevrouw die u zo graag eens wilde ontmoeten. Inderdaad, dat was een grote wens van mij om die dame een keer te mogen ontmoeten. En het heeft Henny toen voor elkaar gekregen. En dat was een onroerend moment, kan ik zeggen. Volgens mij wilde die mevrouw u ontmoeten. Zij wilde mee. Ik begreep het al niet. Ik kende dat hele mens niet. Ik denk, wat moet ik ermee? Lucas Kersvies, Hollanda! Heiligheid. Wie? U. Ik? Ja. Ja. Wilde u als kind al paus worden? Ja, ja. Dat was ook een grote wens van mij als kind al om paus te mogen worden. Dacht ik al eens maar dat kwam ook zo, ik kon als kind al heel goed vogels imiteren. Vogels? Ja, vogels. Zelfs zo, dan klom ik in een boom en dan ging ik op een tak zitten. En dan deed ik elke vogel na die me wou. Dat was ongelooflijk. Maar wat gebeurde er dan? Dan wachtte ik tot iemand zijn auto onder de boom parkeerde. En dan schiet ik hem helemaal vol. Een volgende dag. Zalig eigen Lucas Garfi. Oh. Ja, lekker, hè? Ja, Heiligheid. Wie? U. Ik. Ja. Ja. Hoe bent u eigenlijk paus geworden? Via Randstad. Via Randstad, ja hoor. Randstad Huis en Bureau? Ja, zij zocht en ik vond. Hè.
stond er een geroerde advertentie in de krant. Poos gevraagd. Toen zegt mijn vrouw, joh Piet, is dat niks voor je hoofd? Uw vrouw? Mijn vrouw, nou ja. Was u getrouwd dan? Toen nog niet, maar naderhand toen de kinderen kwamen, zijn we wel getrouwd natuurlijk. Dus u hebt nog kinderen ook? Wie? U. Ik? Ja. Ja. Ah, dat is zo leuk. Hoeveel kinderen hebt u? Wie? U. Ik? Ja. Drie kinderen heb ik. Drie kinderen. Wat zijn het? Wat zijn het? Oh, een jongen, een meisje en een dameskapper. Oh, dat is een hele... Zalige Luca Karsvies! Oh! Ja, lekker. Steeds beter. Ja. Het wordt een hele jaal. Jazeker. Heiligheid. Ja. Ik. U. Ik. Ja. Ja. Ik wil u graag mijn complimenten maken voor uw schitterende gewaad. Het is gaaf, hè? Gaaf. Ja, het is gaaf, hè? Maar het is niet praktisch, hoor. Nee, vooral aan die knoopjes, hè. Als je even snel naar het toilet moet, hoe, dan begin ik die grote knoop en dan ben ik hier. Nou, dan hoef ik het al niet meer. Hebt u ooit wel eens een van uw voorgangers ontmoet? Wie zijn de voorgangers? Even een van de vorige pauzen. Vorige pauzen. Hoe, de andere pauze? Ja, natuurlijk, dat heb ik niet op school gezien. Op school? Wat voor school? De pauzeschool. Dat was zo gezellig, want dan zaten we met z'n de hele dag op pauzeschool. Ja. En dan hadden we s'avonds gingen we altijd voetballen met z'n. Hebt u gevoetbald? Wie? U. Ik? Ja. Ja. En wat gingen... speelde u? Links binnenste buiten was ik. En dan gingen we iedere dag, elke avond gingen we maar waarom voetballen. Waarom zoveel iedere dag, iedere avond? Nou ja, wij waren allemaal jonge toekomstige pauzen. Ja. Dus ja, we mochten natuurlijk niet met de meisjes omgaan. Ja, maar ja, je wilt toch je emoties kwijt. Dus dan gingen we maar voetballen. Hoe heette die club? IPV. Betekent dat? In plaats van. Zalige Luca Karsvies! Zwaaili! Ik verwissel nog wel eens. Hè? Oh, u wisselt wel eens. Ja. Zo zijn de hopjes van Jamin. Hoe zijn de hopjes van Jamin? Zo zijn de hopjes van Jamin. Ik word gesponsord, hè, dat begrijp je wel. Heel begrijpelijk in deze tijd. Heiligheid. Wie? U. Ik. Ja. Ja. Was het een goede voetbalclub van die pauzeschool? Nee, dat stelde niet veel voor. We hebben bijvoorbeeld ook nog nooit één doelpunt gemaakt. Dat nou, mocht niet. Waarvan niet? Stond in het reglement. Stond erin? Jij zult niet scoren. Maar we zagen er schitterend uit. We hadden prachtige kostuums. Van die mooie korte zwarte peetjes hadden we. En daar overheen droegen we van die lila shirts. Hè. Lila. Schitterend. Keurig. En dan hadden we ons clublied. Toen ging het ook alweer. Oh ja. De mooiste pauzen zijn lila. Lila pauzen. Zong het heel sneller dan het ja, ik ben zo voor. Ik dank u ook zeer voor dit prachtige interview. We zijn heel veel wijzer geworden. Ja, wil u graag nog vragen wat u nu gaat doen? Wat ik nu ga doen? Na dit interview, ja. Oh, ik ga me nu meteen omkleden voor het volgende schetsje. Dat gaat over een ik bedoel als paus. Oh, als paus? Ja. Ik ga zo meteen ga ik op kraamvisite bij een non. Een non heeft een baby gekregen. Ja, 6 pond en 2 ons. Leuk, hè? Dan kunnen we wel spreken van het geheim van het klooster. Ben je gek? Gewoon een kardinale fout.